Het Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum, LICO 1, heeft een slagingspercentage van 70% genoteerd. Van de 307 studenten die hebben geparticipeerd aan het examen, hebben 214 gelijk de eindstreep behaald. 45 studenten zijn in aanmerking gekomen voor het herexamen en 48 zijn afgewezen. De school verwacht dat na het herexamen het slagingspercentage hoger zal zijn. De statistieken wijzen uit dat het slagingspercentage ongeveer hetzelfde is als het vorige jaar. Dit ondanks de huidige economische situatie en de vele onderbrekingen door stakingen. De laatste onderbreking heeft ook erin geresulteerd dat het examen werd verschoven. De leiding van de instelling is blij dat zowel de ouders als de leerlingen en leerkrachten zich toch hebben ingezet om deze prestatie te behalen. Het herexamen begint op 26 juli en eindigt op 4 augustus. De einduitslag is op 10 augustus. De algemene middelbare school heeft een slagingspercentage van 58,7% genoteerd. 81 leerlingen van de 138 zijn direct geslaagd. 29 leerlingen moeten herexamen doen, terwijl 26 zijn afgewezen. Ten aanzien van de resultaten van het vorig jaar is de AMS met ongeveer 2% vooruitgegaan.